2012, het jaar waarin er geen Exodushuis kwam, de langstudeerboete werd geschrapt, Zwolle kwam in de top 10 van meest gasvrije steden en de koningin kwam de Hanselijn openen. Maar wat was volgens Zwollenaren nou het mooiste moment van 2012? We zijn op vakantie geweest naar Egypte. Dat vond ik wel, vond ik wel een mooi moment. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt. Dus. Nou, eigenlijk dat ik naar een nieuwe school ben gegaan. Dat was wel heel fijn. Ja, dat is heel goed bevallen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. I don't know really. I really don't know. I mean, Holland, you know, 6 months and I don't. Well, that's a good thing. Yeah. maybe that's the best moment. Yeah, it's better here in Poland, so. De vakantie. Welke vakantie, waarheen? Naar Frankrijk. En hoe lang ben je daar geweest? 3 weken. Ja. Dus dat was het allermooiste van 2012. Ja, dat was wel lekker weer en zo. En echt gewoon je tijd goed besteed. Echt gewoon, het beste uit je vakantie gehaald is dat wel, ja.